Media. Maar ja, je hebt heel vaak schuldgevoel dat je dus blijkbaar je hele leven lang de verkeerde maat BH's hebt gedragen. Ja, dat zeggen ze altijd. Dat zeggen ze altijd. Ja, je blijkt altijd een compleet andere kledingmaat te, te oh hebben. God, je bent 75. Wat? Ja, precies. Ja. ja, maar ik vind het toch altijd gezellig. Ja. Het heeft iets van oh vrouwen onder elkaar en iets hamamachtigs. Hallo Aaf. Hallo, daar zijn we. Hi. Uh, we zitten hier heerlijk in de studio. Buiten regent het. Ja, de wind giert om de studio heen. Het is heen. heel Sinterklaasachtig. Het water uh, komt dichterbij. Ja, dat wel. Maar goed, we ja. hebben zandzakken voor de deur. Ja, zeker. Schone schoenen. Er uh, ligt hier buiten een pompoen te groeien in de galerie. Ja, dat is dus een hele witte galerieruimte met niets erin, alleen een heel grote plant. <laughs> Toen zei ik tegen Aaf, ik denk dat uh, mensen uit het echte het platteland dit Echt krankzinnig vinden. dat wij dit allemaal als kunst staan te bekijken. Dit is in een, een randstadter dan dit kan het niet. Ja, kijk een plant een in, ja. wat bijzonder. Wat interessant, zeg. Wat 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 mooi, wat een mooi object, wat wat een mooie organische vorm. Ja. En, en ik was dus echt heel fan van die pompomplant in deze galerie, maar nu vind ik mezelf dus ook in een enorme stadsdoos... Nee, ik heb met mijn zure opmerking over die plant... Heb je jouw hele, ja, die hele plant voor jou ver, 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 vergald? Ja, maar het is ook wel... Dat je staat in een galerie naar een plant te kijken. <laughs> ja. Ga gewoon naar de intratuin. Maar goed. Ja. Um, we gaan het vandaag hebben over winkelschaamte en winkelangst. Ja. Dat is even heel belangrijk. Winkelschaamte en winkelangst is iets uh, waarin ik, waarvan ik hoop dat heel veel mensen zich in herkennen. Aven en ik uh, lijden heel oh. erg onder ja, deze twee aandoeningen. Me, misschien kunnen mensen ons erbij helpen. Ja, of misschien willen we er wel helemaal niet vanaf bij inzien. Nee, ook. want winkelschaamte en winkelangst houd je er natuurlijk toch van om uh, te winkelen. Om te winkelen. Dus dat is hartstikke Why goed. Waar je ook We kregen hele leuke reacties. Nou, ik wil het eventjes ja, heel graag over een reactie hebben. Ik moet zeggen dat ik ben natuurlijk een beetje nieuw in het podcast gebeuren. Ja. En ik realiseer me dan nog helemaal niet dat het dus ook echt... Ja, mensen dus echt uh, daadwerkelijk naar, uh, naar luisteren. Dat, uh, dat vergeet ik dan. Ja, want jij denkt, ik zit hier, hier gewoon in een met zonde van zondertijd met jou. en, en de denk, ruimte. Ja, ik... ik, 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 ik voel me heerlijk en uh, maar dat is dus je, je moet echt een beetje letten op je woorden. En zo had ik dus uh, ik kan misschien herinneren jullie nog dat we het hadden over enge dingen en dat ik vertelde dat mijn uh, zoontje heel erg veel luisterde naar het uh, YouTube kanaal raar maar waar. En daar zijn de creepy pasta verhalen die worden ja, dan creepy pasta door een dat sloeg bij hele lieve jongen aan. uit Brabant die ik dus thuis de hele dag nadoe. Nou ik uh, kreeg een reactie mag ik dit even met jullie delen? Want dit is echt een heel groot ding bij ons thuis van Marcel. Hi, dit is die jongen... Nee, ik mag hem ook niet meer nadenken. Nee. nee! Hallo, dit is die jongen met de creepypasta-verhalen op YouTube. Ik wilde even zeggen dat je zoon gelijk heeft... en dat ik niet zo'n zwaar Brabants accent heb. Houdoe! Ja, hij had eerst mij gedeemd. Omdat hij jouw gedeemd had jou ge en hij jij stuurde ik mij, hè? Hij dacht dat jou he? was, ja. En, uh, ik zei, ja, maar dat is Lies, snel verbergen. Dit is het adres. <laughs> <laughs> Appel anders even. Marcel, uh, het spijt me, want ik heb gewoon heel veel plezier. Ik beleef heel veel plezier aan uh, jouw ra raar maar waar kanaal. Want ik, ik kijk dat samen met de uh, chef. En ik, ik, maar ik, ik moet er ook om lachen. Sorry dat ik het. Ik, ik vind je vast een lieve schat. En het spijt me als ik. Want ik, ik, heb zelf, ik, 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 ik had zelf ook een accent. En ik ben dol op accenten. Dat blijkt. En ook ik ben wel. daar ook heel vaak mee gepest toen ik net in Amsterdam werd. Van oh, wil je nog een kraantenbal? Oh ja. Dat echt? Ja, echt. Oh. Dus je ook denkt: weet je, dit, dit voor jou. Ja. Maar um, dus ik, ik, ik realiseer me dan helemaal niet dat jij dit ook zit te luisteren, Marcel. Nou, met raar maar waar. Maar misschien, uh, ik denk dat hij nu ook alweer is afgehaakt. Maar, uh, ja, misschien kunnen misschien, het, misschien, het misschien heeft zijn moeder het gehoord. Weet je het... dat hij daar twee oude wijven. Ja, 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 ik ik, ik, ik reageer maar even. Ja, ja. Maar goed, uh, mijn zoon, chef, schoot bijna in een psychose toen hij. Uh, <laughs> contact DM, had met Pasta. Uh, ja. 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 Ah. Dus dat wilde ik even tegen jullie zeggen, jongens. Heel goed. <laughs> <laughs> um, we gaan uh, onze week weer eens een cijfertje geven. Ja. We gaan problemen oplossen, want daar zitten we hiervoor. We hebben twee uh, inzendingen in de reclamemand. Maar liefst. Dat is natuurlijk heerlijk, want dan kunnen we ik uh, op vakantie. Precies. Hè? Dat zou uh, fantastisch uh, zijn. En ondertussen gewoon <laughs> podcast blijven maken, natuurlijk. Precies. Er zit Interpolis zit erin, Soft Revolt zit erin. Gaan we straks nog allemaal uitleggen? En uh, Olies oh, gaat allemaal gebaren maken al. Ja, bij ja. de uh, boobs. Ja. En we sluiten af met jouw natuurhoekje. Lies. Met een natuurhoekje. Ik heb het hier al staan. Het is, het is allemaal voorbereid, jongens. Jullie hoeven je hier nergens zo te maken. <laughs> um, Aaf. Mm. <laughs> Hoe was je week? Hi. Nou, mijn week. Uh, ik geef mijn week een 7,4. Ik zal het maar meteen onthullen. Ja. Mijn zus Merel kwam aan uh, vrijdag. Ja. Uh, die uh, woont in Bols en die komt één keer per jaar naar Amsterdam. Ja. En uh, dat vind ik, ik vind het al heel erg fijn om haar te zien. Maar... Het is ook uh, de oude dynamiek van de zussen. Ja. Gaat meteen weer in. Luistert Merel deze podcast af? Uh, <laughs> ja, daar heb ik ook terdege rekening mee gehouden. Want en daarom ga dit, ik het helemaal op mezelf je moet trekken. het, Inderdaad, want de, straks moet je dat weer bijleggen. Nee, maar goed. Moeten, ja. moeten we weer in het familiediner. Nee, maar ik was ook echt kwaad op mezelf vooral. Want ik was zo onhebbelijk tegen haar. en Dat had ik zelf helemaal niet door. Maar dat zeggen mijn kinderen dan. Van mama, je bent echt op je gemeenst als Merel er is. Terwijl die vrouw heeft... Een miljoen euro uitgeven om hierheen te vliegen komt hier aan. Maar mijn probleem is dus: yeah. Mijn zus praat heel veel over de jetlag. Yeah. En dit keer had ik bedacht: ik ga het kort houden. Dat is verschrikkelijk. Mensen die over een jetlag praten, dat is, dat is zo zoiets. Daar krijg je zelf eigenlijk een jetlag. Die ja, trekken van. de draden van ellende als oh, je moest. Echt... Oh, het is zo saai. En ik begrijp ja. het ook heel goed. Ik ben ook iemand die heel veel over slaap en wakker liggen kan praten. Dus ik zit... dat is het ergste. Het is een spiegel. En het is een irritatie. Dus ik heb op dag twee al gezegd... ik vind dat je nu wel kunt ophouden met praten over je jetlag. Of zeggen, bij mij is het nu zes uur ochtends. Dus dat, ja. dat ook heel veel. En toen, en toen zeiden mijn kinderen daarna... dat zei je echt op een hele gemene manier. En wat vinden jouw kinderen ervan, van het gepraat van meer over de jetlag? Zij vinden het grappig. Ja. Kijk, dat is het. Als iemand je zus is, ja. dan, dan zit je meteen tot aan je hoogste hersenkwap in de irritatie. Als iemand je tante is, dan denk je. Ja, nou ja, mijn tante praat gewoon heel veel over de jetlag. Wat zou dan de kern zijn van het probleem? Dat iemand heel veel ruimte neemt voor een non-problematiek. Ook, maar dat doen meer mensen. Maar. Wat is ik dan, denk, denk meer dat het dat het is dat ik denk. Oh, zo ben ik zelf ook als ik bijvoorbeeld bijna griep krijg. Ja, je nou, je wilt niet je, je weten hoeveel je elkaar heel elkaar erg elkaar. In, in, in Merel. Ja, en het is gewoon als je broers zus relaties hebt, althans in ons geval, dan heb je helemaal geen filter bij elkaar. Zelfs niet als je elkaar maar één keer per jaar ziet. Ja. Ga je gewoon meteen in die oude, alsof je tien bent. Zo, hou je bek, hou op. Ik vind het niet leuk. Hou op, stop. Ja. Ik denk, denkt, ik ben 48. Doe ja. eens even een beetje aardig, joh. Beleefdheid. Ik, ik denk dat je het erg. meest bij haar op je gemak voelt. Ja, maar dat is dus niet altijd een goede raadgever. Gemak. En als jij naar Merel toe gaat in Boston, heb je het dan ook meteen? Nou, toen hadden we ook wel een, een meteen een, een klein dingetje, maar toen, eh, toen was het meer vanuit haar kant en toen heeft ze ook sorry gezegd. Dus ik denk dat ik daar ook sorry voor ga zeggen. Ja. Want ze is nu even in Parijs, want ja. ze doet een klein Europa. En als het terug is, ga ik zeggen: Sorry dat ik dat zo kort af zei van die jetlag. Vind ik heel erg lief. Ja. Want je moet nog zo lang met elkaar. Ja. 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 En het, en is, het ook... is gewoon goed om zuinig op te zijn. Hè? Ja. Het is... en, en waarom gun ik haar niet gewoon dat gelul over. Sorry, ik moet even een beetje genot weg. Ja. Waarom gun je haar dat geklagen over die jetlag? Niet? Blijkbaar is dat voor haar een heel groot ding. Want het kan heel best zijn. Heel groot. Ja, zij is misschien wel iemand die houdt van regelmaat Zeker. en van structuur. Ja. Dus ik denk dat misschien het feit dat zij dus. Uh, Zover is gevlogen om jou op te zoeken, dat is voor haar onregelend. Ja, daar heeft ze misschien tegenop gezien en daar moet ze nu nog van bij komen. Dus ja, en daar moet ze het... gewoon even ja. zeven dagen over praten. <laughs> Sorry, meer. Kerel, ik, ja, ik, snap ik het hou het ook, van hoor. je meer. Je bent geweldig. Maar het leuke is, ja. nu zit ze dus even bij mijn stiefmoeder in Parijs en nu appen we dus met elkaar. En dan is het meteen weer heel, uh, heel relaxed. Je weet dat het een onvoorwaardelijke band is, dus je Heerlijk. kunt ook, uh, ja, een dat is het ook. Ja, dat is het ook. Ja. Je, dat, dat zie ik ook bij mijn eigen kinderen. Je schopt en slaat elkaar en dan is het weer goed. En... Je kan je ja, een hele goede vrienden kan je toch ook soms heel erg Ja, ergeren. alleen dan of je Dan weet je het wat minder. Ja. ja. Mijn zus heeft bijvoorbeeld ook een neiging om hele ja. lange verhalen te vertellen. Echt heel ja. lang. En dat noemde ik als kind altijd een bakkersverhaal, want zij kon ja. dus ook over naar ja. de bakker gaan. Nou ja, en, en dat zeg ik dan ook, zeg ik, oh, leuk bakkersverhaal. En dat moet ze er gewoon om lachen. Dus dat is ook weer fijn. Het is wel heerlijk dat je iemand hebt met wie je dat zo kan zeggen, met wie je dus helemaal geen sociale ja. conventies hebt. En zo. Heel weinig. Te weinig. Ach. Ja, maar maar je, je bent, ze woont ook niet voor niets natuurlijk zo ver weg. Nee, ik denk dat dat voor onze band ook echt helemaal prima is. Ja, ja maar ik ja, hou heel veel van. Haar. Een bakkersverhaal. Precies. En jij, Lies? Nou, ik geef mijn week een zeven. Want als je mij vraagt hoe was je week, dan, um, dan heb ik geen idee. Ben je het vergeten? Uh, ik vergeet natuurlijk sowieso heel veel. Ja, dat ik dat moet ook altijd in mijn agenda kijken hoor. Van ik, hoe was mijn week eigenlijk? Dus ik, ik vergeet alles. Dus ik, ik ben me ook al aan het inschrijven voor het Roze Spierhuis. Het is een uh... bejaardenhuis voor een oude artiesten. <laughs> uh, maar ik, um, het, 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 ik heb er heel, deze week heel veel over na zitten denken dat hoe ouder je wordt, hoe sneller de tijd gaat. Dus ja, het is heel erg een belegen cliché. Maar het, het blijft dus... over. Ja, dan ga ik dan bestellen. Dat heet even geloof. Ik, hoe ouder je, gaat... je wordt, hoe sneller de tijd gaat. <laughs> ik, ik weet niet wat het is, jongens. Maar het, we zijn nu bij de grote vakantie. Ja. Ik doe één keer mijn ogen dicht. Ik doe ze open. Het is straks kerstmis. Ja. Dan doe ik mijn ogen weer dicht. Dan heeft mijn kind en zijn eindexamen hopelijk gehaald. Ja. En als ik nog een keer mijn ogen dicht doe, dan kan ik een traplift gaan bestellen. Want ja, dan ben ik je naar de manager 80. Ja. ja. Hoe kan dit? Ja, ik vind dat ik vind dat ook heel heftig. Heb, ja, ja. heb jij dit ook? Ja, ik vraag het is af wie, gewoon zo. Of mensen boven de 40 dit hebben. Dit is denk ik vanaf een jaar of 47, 45 of zoiets begint dat dat je denkt van. Oh. Het is net de, de acht een, een achtbaan ja, in de Efteling. Het is heel crazy. Ja, het is alweer... Denk ik, want ik heb dan een huishoudelijke hulp. Hè? Ja. Godzijdank. Ja. En die komt dan binnen en dan denk ik, hè, maar je bent toch net was. <laughs> Je, je, je was het je, net je nog. was het toch net? Hoeken. Hallo. Nou, Alhoewel nou, dat wel het mooiste moment van de week het het is. Het mooiste moment van ja. de week. het, is ja. het mooiste dus moment. Dus voor mij de mag week. ze elke dag komen. Oh ja. Ja, rustig als ze dat wil. Maar oh. ja. Nee, dat heb ik ook heel erg. Ja. Van. He, is dat nu alweer aan de hand? Kan ik. ik en mijn zoon gaat nu. Deel voor lente. Naar ja. de derde klas. Jezus. Ja, dan ben je. Dan... Bijna klaar met de middelbare school. Ja. Zo zou je het kunnen noemen. Zo zou je het kunnen noemen. Dus dat vind ik. Ja. Dat ik denk, ja, nee, ik ben me nu dus ook mentaal aan het voorbereiden op het empty nest syndroom Ik denk dat je dat moet doen, ja. Kan maar het beter er nu mee beginnen. Ja. ik ben heel erg aan het zinspelen op dat ik met jou en mijn zoon naar het boekenbal ga. Ja. En elke vakantie zeg ik: nou, met Ben, ik ben je plus één straks voor het boekenbal. En dan, ik doe één keer mijn ogen dicht, ik doe ze open. En we staan sta daar op de boekenbal. Daar. En hij schaamt zich voor mij natuurlijk. Nee, nou, dat wel. denk maar ik ja. voor jou niet. Nee. Maar het enige is, hij wil absoluut geen creatief beroep gaan kiezen. Dus ik denk, hij wil dan dokter of advocaat worden. Iets waarmee oh, je heerlijk. heel veel geld verdient, zegt hij steeds. Ja, dan kan ik Ben bellen met allemaal medische problemen. Ja, dat of zou fantastisch te te zijn. Dat kan hij me onderhouden, dat vind ja, ik Ja, of, of advocaat, dat zou ook heerlijk ja. zijn. Hè? Ik zie het hem doen. Ja, ik De grote boer is er al mee bezig, dus ik denk dat het wel goed komt. Ik zie hem alles doen, die zoon van jou. Maar goed, boekenbal moet je dan maar met mij doen. Het is helemaal niet zo heel erg leuk. Nee? Nee, ik vond het dit jaar heel stom. Het is ook omdat Harry Mulisch er niet meer is. Precies, dan mis je toch Harry. Dat vind ik zo jammer. Dat is gewoon jammer. Hij zat daar altijd op die trap met dat dunne spitsprink aan zijn lichaam. Nee, nu ben ik de oude garde, dat is best wel raar. Ja, vind ik ook wel weer mooi. Ja, zo gaan niet. De en tijd. Heel gaat veel mensen zijn, heen, zijn natuurlijk heel blij dat jij er bent op het boekenbal Oh, ze zijn zo blij. Oh, Slavi is er ook. Oh yes. ja. Dat is, echt, dat is echt het moment. Ja? Als ik daar binnenkom. Goed. Um, er zit iets in onze reclamemand. Hé, hey, maar, maar zal, zal ik het er eens even uithalen halen? Reclamemand, 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 reclamemand. Ik haal iets uit deze mand en ik, ik voel eraan. Het is zacht. Het, het is, is zacht. Het is gebreid. Het is comfortabel. Het is, ik trek het even aan en ik denk, hé, hey, maar. Ik heb steun. Ik heb ineens heel veel steun. Want het is namelijk een bustehouder. Het is een bustehouder. Het is een gebreide bustehouder. Ja. ja. Het is een zachte, comfortabele bralette. Zonder ijzige dingen onder je buste. Die dus bij heel veel mensen schuwelijk schijnen aan te voelen Ja. en te prikken. Ik heb T het zelf met auto rijden. Als je dan heel lang zo zit in de auto, dat ik dan wel eens de buste houden. Uh, voel irriteer. Oh, en deze heet Soft Revolt. Ja. Ik vind het wel een uitvinding hoor. Want ik heb dat dus zelf ook. Ik, ik heb vaak met zo'n beugel. Ja. Die beugel die schiet er soms ook uit. Dat is heel erg vervelend. Oh, dat had ik op de middelbare school gek genoeg. Vaak. Dan zat die beugel ineens. Ineens hier. daar. Ja. Of dat je denkt. Oh, ik voel het nu ik echt heel jury zo weer in. En elke week, als ik. Uh, in die tweede kamerslag gaat doen, dan gaan alle alarmsystemen af. Dan dat... leg je jouw buste houden. Ja, dan zegt die vrouw: heb je een beugel bij haar Nou, trek maar <laughs> uit, ga maar achter het gordijn en want dan komt het een kan collega... ook een bom zijn. Ja, maar goed, dat is hier dus allemaal niet aan de hand. Ze zijn 3D gebreid. Ja, ik, vind daar dat, maar wat ik vind daar maar ik vind op zich voor. heel knap. Want ik brei 1D vind ik al. Is al 2D. Vind ik al heel moeilijk. Want ik brei namelijk best wel vaak sjaals. Ja, 2D, Om in 3D en een BH te breien, dat lijkt mij. Hij is bijna Ontzettend naadloos. lastig. En uh, uh, je, hebt dus, je, je hebt dus alle cups. Dus mensen denken vaak van nou, als je een grote cup ja. hebt... dan moet er wel zo'n ijzeren nee. hangwerk aan. Nee, mensen zoals ik kunnen deze BH Gewoon. ook aan. Ah, ja. Vanaf B tot en met G kunnen G, ze aan. G, moet je voorstellen hoe heerlijk het is als, als je, je partner dan zo... G heeft. Ik zou de <laughs> hele dag Deraan zitten, de, aan de Soft Revolt zitten. En aan die, aan die, aan aan die, aan die borsten bornella's. zitten. Ja. Wel vervelend, Wat? als je er de hele dag aan zet. voor je partner dan, hè? Dat is inderdaad irritant, ik weet. Het. Maar ik hou ontzettend van borsten. Ja, ze zijn nou, uh, waanzinnig. En het fijne is, je hoeft nu niet meer als je thuis komt te denken: oh, nu kan ik me eindelijk bevrijden van ja. deze bustehouder. Je kan hem ja. gewoon aanhouden, want je merkt het helemaal niet. Je merkt het niet. Die nou, ja. buste wel, want die zit namelijk lekker hier. Ja, in plaats die... van hier. Dus, even voor de luisteraars thuis, Lies, wees van gewoon een goede, prompte hoogte. Naar een laag naar een knie uh, niveau. Ja. Um, <laughs> dus ja, het is niet meer van ik moet een beugel of dan maar een heel slap BH waar ik eigenlijk ja. helemaal niks aan. Of mijn sport BH ja. uit armoede. Nee. nee, 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 nee. Ik zou zeggen Soft Revolt... Where were you? All, All life. of our lives. Als je dus naar Soft Revolt gaat op het wereldwijde web. softrevolt.com .com, dan, uh, dan moet je een code invullen. En die code die heet. Avenlies. Avenlies. <laughs> En dan uh, krijg je 10% korting. Ik ga het ik ga ook zo even kijken. Joh. Meer dan 15.000 vrouwen hebben dat al gedaan. Nou, niet die code ja. ingetoetst, maar die, die BH's uh, gekocht. Ja, dat luidt je heel aan veel bij borsten. dat leger. Het zijn 30.000 borsten die zitten er ja, nu in. Pak een beetje. Je kan dus die BH heel eenvoudig, want je denkt, ja, hoe, hoe moet dat dan? Moet want een BH een is super ingewikkeld. Nee, je vult gewoon je eigen cupmaat in. Precies. Dan vul je dan allemaal in en dan. dan, dan, dan ze dus hebben een we Fitfinder krijg namelijk. Ik heb dus drie vragen. Drie of je Vind je in één minuut jouw software reclame Maat? reclame reclameband, reclame reclameband. Uh, ik heb een heel klein mini-probleempje voordat we echt hele grote gaan ja, ja, ja. aanslepen. Mag ik jou een, een, een mini-vraag stellen? Vraag uh, koken voor jezelf, dubbele punt. Doen jullie dat? Uh, mijn antwoord daarop is prutje. Dus jij, bedoelt, jij kijkt gewoon wat er onder in de groentelaas is. Nee, ja, nee. dat dan... zou heel mooi van me zijn. <laughs> ja? Nee, ik koop dan zo'n soort van pakket bij de Albert Heijn, waar alles voorgesneden is. Dus een soort groente, groentebakje. Ja? En dat flikker ik in een pan en dan rijst en dat is dan mijn maaltijd. Dat vind ik echt wel. Koken voor jezelf 2.0. Ik ik, toen ik alleen woonde, had ik jarenlang prutje. En dat was prima. Doe jij dat niet? Nee. Wat eet je dan? Gewoon een boterham. boterham. Ja, dat is Stom, hè? Ja. Toen ik net op mezelf ging wonen, at ik alleen maar surimi sticks. Oh. En ik dacht, zo. En nu is het mijn beurt. En dan daarna een hele doos af te eten. Godverdomme. Ja. Ja. Ik dacht, nou, dat. Want van mijn moeder mocht er dan altijd maar één. Ik oh denk, ja, ja. Dan zal ik en je ook nu ga hebben. Ga ik, ik Zal je hebben. Ik vreet het in één keer op. Ja. Maar nu, nu heb ik wel nog steeds een klein beetje hetzelfde gevoel als iedereen weg. Is dan denk ik zo lekker. Nou, ga ik ervoor. Ja, nou leef ik, ik op chips. Of ik dan blik. Tomatensoep of zo. Ja, Arig, ik maak het mezelf baby wel ik. heel makkelijk. Maar ik, ja, ik heb toch die aangeboren ding van. Je moet wel je ontje groenten, of weet ik veel, ons groente. Maar ja. ja, dat heb ik dan toch wel. Goed hoor. Ja, en bij mij vindt niemand prutje lekker. Dus dan kan ik ook eindelijk prutje eten. Ik vind het zo goed en nobel en, en verstandig dat je dat doet. Het duurt tien minuten hoor. Maar ik heb, ik, ook, ik heb ook wel vaak gewoon een, een tosti gemaakt of zo hoor. Ja, ja tuurlijk. Lekker wel een tosti en dan voor de televisie gaan zitten. Ja, ja of en dan gewoon naar Dr. Pol kijken met een tosti en heel veel ketchup. Ja, Dr. Pol is een oh, goede oh, erbij. Ik wil een hele aflevering over Dr. Pol. <laughs> Praten. Ja. ja, ik ga wel altijd voor de tv eten dan, Kijk, dat is waar. Ik, ik, ik ken, kennen jullie dokter Polk? Jij kent dokter Pol ja. ook? Ja. ja. Bij ons zeggen ze thuis zeggen ze heel vaak Bingo worms <laughs> en dan ziet dokter Pol weer een van andere parasiet onder Gad de microscoop. Verdamme. Bingo worms. Het <laughs> <laughs> is coccidia. Het is een parasite. <laughs> ik heb dus uh, zoals je weet kippen en dan ja. heb ik heel vaak wel wat eieren te veel. Oh ja. Dus dan doe ik gewoon ook heel veel eieren in één keer. Ja, He, dan uh, gewoon maar, een, een soort jong hai van wat ze hebben gelegd voor mij. Ja. ja, dat is waar. Jij hebt altijd voorraad. Ja, ik heb wel altijd kip. Ja, voor, ja, ja, ja dat is waar. Ja. We hebben het wel heel vaak over dat als het dus derde wereldoorlog is, welke kippen we dan het eerst gaan opeten. Heb je wel eens een kip gehad die doodging en dat je dacht, zullen we hem nu opeten? Nee, nee want een ziek dier zou ik ook niet zo oh, snel... Oh nee, dat is waar. Ja. Nee, dat moet je eigenlijk nee, niet. Nee, bep die ging dood en die ja? hebben we toen begraven. Oh. Ja. grafsteentje? Uh, geen gafcentje, wel een plant. Ik ging, uh, mag ik dat vertellen? Ik ging naar de uh, een, een dierenarts, er is er eentje in Amsterdam die nog die kippen doet. <laughs> en uh, toen, ging, toen met Beb was ziek, toen gingen, we daar, uh, gingen we daar naartoe. En toen zeiden ze na een onderzoek van nou, letterlijk honderden euro's, dat Beb dus ziek was. <laughs> en uh, dat we Beb konden opereren, maar dat er maar een heel kleine kans was dat Beb het zou overleven. En die operatie was ook weer een paar honderd euro. Jezus. En toen dacht ik, nou ja, dan, dan is het adieu, maar Beb. gewoon adieu, weet je wel? Ja. En toen was die euthanasie ook nog heel duur. Nee. Dus toen ging ik naar binnen met Beb. Uh, toen kwam ik denk ik 300-400 euro verder. Ging naar buiten met Beb dood. <laughs> en nou ja, als je dit ook weer aan iemand van het platteland vertaalt, ja. dat het dus uh, 300 euro 400 vierhonderd euro kost om je om kip, kip dood te, te maken, laten dan maken, zijn ze ook komen ze echt niet meer bij van het lachen. Nee. Ja. Nee dat. En uh, niks ten nadele van de dierenarts, nee, die ja. zitten dan met een en hele En met praktijk. een kat doe je dat ook. dus, Precies, dan denk je, dus ja, waarom ja, bedoel, die een kip mensen moeten dan ook niet? leven. Dat heb ja. ik ook, maar het was wel best wel veel geld. En toen ging mijn zoon Ko naar buiten met Beb in een doek. Beetje als E.T. had hij Beb vast. Oh. En toen was Beb dus dood. En toen zei iemand, beterschap. <laughs> toen dachten ze dus dat die de kip nog Een leefde. beetje een vermoeide kip. Ja, en toen gingen we naar huis oh. en toen hebben we uh, Take the Long Way Home van Supertramp opgezet. Ja, mooi. Ken je dat? Ja. ja. En toen zat Kozo in, met de regen tegen de ruiten. reden we naar huis vanuit Eiburg met met Beb in, in zijn armen. Oh. Take the Long Way Home. Oh. <laughs> Take the Long Way. En dat was oh. een van de mooiste momenten uit mijn uh, moederschapsgeschiedenis. Dat is wel heel mooi. Omdat het ook heel grappig was. Ja, het heeft ook iets heel. Het cool. was ook heel grappig. Ja, met E.T. in je armen. In een doek. Met Supertramp. <laughs> in de auto. Waren toen eigenlijk de andere kippen ja, van de leg? Ja, ik had er nog maar één. Was die van de leg? Want, want, want als er nou één ding is wel waar slag kippen zijn. van van de leg raakt, neem ik ja. aan dat het de dood van de andere kip is. Ja. ja, want een kip die is alleen natuurlijk. Het is een groepsdier. Dus ja. twee kippen is eigenlijk ook al best een beetje raar. Geen Een beetje raar. Maar ik heb ja, drie kippen is gewoon te veel stront. Ja, en overlast kapot maken. Ja, dus, dus ik heb er twee. Ja. Maar ik ben inderdaad heel snel weer naar de kippenwinkel gegaan. Ja, want je vervangt een kip op zich ook vrij makkelijk. Dat is hartstikke leuk. Ja, stans. en wij zijn nu al aan het brainen over uh, wat dus de volgende naam wordt. Want hoe heet die kippen die je nu hebt? Uh, Trudy en Lida. Oh ja. En wij brainen nu over de naam uh, Marjolein. Ja. Joke, maar dat vind ik een beetje, weet ik niet. Marjolein, Els vind ik zelf heel ja, leuk. Vind ik ook een leuke naam voor een kip. Ja, toch? Ja. En wat hadden we nou nog meer? Anke. Anke vind ik ook erg leuk. Ja, ja Anke hè? de Kik. Dus ik denk dat Anke of Marjolein wordt. Ja, mooi. Ja, ja ik, ik denk eigenlijk met dat alleen koken. Ja. Dat, het, dat het ook juist gewoon heel erg een soort van genotmoment moet zijn. Dat je denkt: fuck it all, ik ja. pak gewoon een rauwe ja. prij en, ja. een, en een ei en het kan me allemaal niks schelen. Kijk, Kijk, je als staat al zo vaak te koken. Als je alleen woont, dan is dan het, dan moet je al, het wel Dan goed moet je, doen. je natuurlijk jezelf als een koningin ja. behandelen, et cetera, et cetera. Ja. Of koning. Uh, maar als je altijd voor anderen moet koken, dan is het zo fijn om... Om even gewoon te denken, ik loop naar de hoek, ik haal een pizza en ik vind het wel prima zo. Precies. Ja. Nou, ik heb ook wel eens dat ik dan mijn innerlijke Ivet van boven naar boven haal. En dat, dat, dat ook... ik dan iets ga bakken in mijn eentje. Wauw. Dat heb ik ook Maar nooit. dan moet je die hele taart opeten. Nee, dat doe ik gewoon één stukje. Maar ja, dat is wel een dat excuus ik... om gewoon een stuk taart op te dat is wel eten. Dat lastig, ja. Ja, want dan vind ik het dan op een of andere manier nobeler en beter dan een stuk taart te halen. Zeker, ik ben toch weer lekker bezig. Dus het is dus het probleem heeft twee kanten. Ja, ja. ik zou okay. zeggen, uh, pak de genietkant. Precies. Ja, ja goed. Oké, okay, dank je. Um, ja, mijn probleem uh, was, ik, ik heb me dus voorgenomen, ik heb genoeg kleding voor de rest van mijn leven. Nou, dat ja. heb ik niet voorgenomen, dat heb ik tegen mezelf gezegd. Ik heb ook genoeg kleding voor de rest van mijn leven. En toch voel ik af en toe een onweerstaanbare magnetische kracht ja. die mij naar een winkel toetrekt. Ja. En dan ga ik daar toch kleren kopen ja. die ik dus niet nodig heb. Ja. Dus ik heb te jou, kunnen we iets doen met het algehele winkelgebeuren? Mm -hmm. Want jij zei, je hebt natuurlijk ook nog dingen zoals winkelangst, die ja. bestaat ook. Ja. Zeker, heb ik ook twee winkels in Amsterdam waar ik dat bij heb. Ja. Dus dat je er niet eens naar binnen durft. Ja. Maar winkelschaamte, winkel schaamte, winkelangst, winkelboosheid ook wel een beetje. En dat ik denk, waarom is dit mijn go-to-vorm van therapie? Nog steeds. Laten we het dan eerst maar eens hebben over winkelschaamte. Ja. Toch? ja. Want de schaamte, die, 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 die komt op. Als je dus toch iets hebt gekocht. Ja. Wat of nergens Of Een paar iets. Ja. 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 Puur om jezelf even. Te verdoven, zeg maar. Heb je ook wel eens dat je iets hebt gekocht wat je niet nodig hebt en dat je er toch een lekker gevoel over hebt? Eh? Of heb je altijd schaamte achteraf? Nou, ik moet zeggen, uh, ik had vorige week zo'n moment dat ik dus uh, uh, bij een winkel naar binnen was gaan, had ik gewoon een jurk gekocht, ook zelf zonder hem te passen, weet je wel, oh, uitverkopen. Ja. En toen paste ik hem thuis, hij stond me niet. Ik dacht, je gaat hem terugbrengen ook. Al was hij heel goedkoop en zwaar in de uitkoop, je gaat hem terugbrengen. Want ja. dit is echt bullshit. Ja, ja, Waarschijnlijk bij die winkel staken ze de fik erin en uh, maakten ze een chemische brand. Dus het hielp allemaal niks. Maar uh, ik, ik moest dat echt doen van mezelf. Ben jij een terugbrenger over het algemeen? Of laat je het versloffen? Nou, hier zit ook nog een uh, engel aan. Ja. Met internet dingen terugbrengen. Ik moet nu een heel groot dekbed terugsturen. Oh man. Hier ben ik al drie weken mee bezig. Waarom moet je dat dekbed terugsturen? Ja, heel saai en lang verhaal. Verkeerde maat, et cetera. Okay. En er staat nu een doos van drie, drie bij drie oh, meter vreselijk. in mijn huis. Ja, dat en... blijft bij mij denk ik zeven jaar staan. Oh, ik struikel ja. er de hele tijd over. Het is echt een soort meubel in ons huis geworden. Ja. Nu heb ik het heel boos in de gang gezet. Nou ja, dat, dat, dan is de gang geblokkeerd. En dat is een, een blokkade om... Ik weet niet, heb jij dat ook? Dat je mijn leven bestaat uit niks anders. Dingen terugbrengen. Ja. Het is zo moeilijk op de een of andere ja. manier. Nou, ik, heb, ik, 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 ik heb zelf... Uh, maar dan kom ik toch ineens naar winkelangst. Ja. Er zijn een aantal winkels waar ik bijvoorbeeld nog iets moet ophalen. O, of wel eens... Dat ze het opzij hadden gelegd. Ja. Of bijvoorbeeld dat je dan uh, iets hebt laten repareren of stomen. Ja. En o, dat ja. ben je dus vergeten op te halen. Ja. Heb ik ook en met dat, een boek. Ja, dus dan durf je eigenlijk, dan moet je een drempel over om dan toch je, je, je moed bij elkaar ja. te schrapen en dan naartoe te gaan en te zeggen. Uh, die, die trui van zes jaar geleden, ja. uh, hebben jullie die nog? Uh, ik heb gelukkig dan wel altijd dat ik het van tevoren heb betaald. Ja, dat wel. Dus die opslagkosten heb je ook betaald, Op, zeg maar. Opslagkosten heb je betaald. Maar ik, maar, en, en ik heb of een winkel waar je bijvoorbeeld iets hebt afgesproken, ja. en dat ben je vergeten. Ja. Ik heb dan bijvoorbeeld uh, ijzerhandel de vuil. Die zouden dan bij mij mijn uh, achterdeur komen maken. Ja. En dat ben ik gewoon vergeten. Dus die man die heeft daar gestaan. Oh, en nu durf je natuurlijk niet meer meer terug, terug naar de te komen. vuil. Tenzij ik daar dan voor, voor straf iets duurs koop. Ja, dan moet je echt een hele chique deurklink halen daar. Ja, dus ik moet dan met bloemen of zo naar de vuil, denk ik. Om ja. te zeggen, luister, Per, want zo heet die man. Het spijt me. Hij, uh, ja, hij geeft ook geen sjoegen. Hij vindt me ook helemaal niet leuk of wat dan ook. Nee, dus die bloemen gaan ook helemaal niet aankomen. Nee, ja, ik, ik. ik moet toch iets Ja, je breken, wel Want ik iets, moet zeggen, ja. sorry, sorry, sorry dat jij daar stond. Ik, ik oh. ben een kutwijf. Ik, ik kan niks. Ik, ik nee. Sla me ik, maar. Ja, of ik sla mezelf nu wel. Misschien nou. kun je met een gezel naar de vuil. Ge, jezelf gezelen, ja. ja. Lang, je lang daar genoeg jezelf gezelend gaat. binnenkomt. Dus dat is mijn stukje uh, winkelangst. Ik heb dat ook met de stomerij. Ik ben daar in ja. maart naartoe gegaan met een broek. Toen ja. zei ik heel dwingend, hij moet vandaag nog klaar zijn. En toen heb je hem nooit meer opgehaald. Het is nu juli. En waarom heb Goed. ik toen gezegd hij moet vandaag nog klaar zijn? Ik dacht dat ik hem echt nodig had die dag toen natuurlijk weer. Toen van... heb je inmiddels een nieuwe broek gekocht? Nee. Ah, ja, het is heel erg. Ik durf er niet meer <laughs> heen. Het is verschrikkelijk als je ook een winkel hebt en mensen komen die shit gewoon niet ophalen. Ja, dat is hartstikke vervelend. Vooral als ze heel dwingend hebben gezegd. Maar ik heb ook twee winkels. Ik ga ze niet noemen want dat vind ik echt flauw. Maar ja. twee winkels, ja. waar ze me uh, zo nuffig hebben aangekeken ja. toen ik binnenkwam. Oké, okay, ik zie er soms uit ze verlopen zwerver wie niet. Ja. En dan zo van, uh, zo, weet je wat? Dat ze zo oh, helemaal ja. van boven naar beneden. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat twee mensen om me gingen lachen van ja, achter de balie. Dat is heel en dan zou ik meteen weggaan. Ja, nou ja. Dan, ga, dan ga ik dus eerst toch nog rondsnuffelen en dan wil ik heel graag zo heel Julia Roberts-achtig die hele winkel leegkopen. Nou, niet. dat is dat is dus iets waar ik gevoelig voor kan zijn. Daar wil ik het nog met je over hebben. Een Winkel waar je dus vroeger niet naar binnen durfde en nu wel. Je hebt het gevoel om uitgelacht te worden. Ja. Inmiddels. Zou je het kunnen betalen ja, als, als je, je zou willen? Ja. Dus je kan daarin. En dat je dan daar iets koopt. Omdat je denkt: lekker, puh. Ik ja. Kijk eens, mensen. Ik, <laughs> ik, ik, ik koop deze Woolford Panty nu wel. Ja. weet je wel? Uh, terwijl terwijl ja, die mensen te gaan er echt niet voor wakker liggen. Ja. Ik heb ook wel eens uh, bij, de, bij, die, bij die desbetreffende pensiewinkel uh, gehoord. Uh, weet je wel hoeveel dit kost? Oh, ja. zei ja. ja. En toen heb ik gelijk twee van die panties gekocht. Had ik natuurlijk niet moeten doen. Nee. Ik had nee. moeten zeggen, dit kost het. Ja. En dan mijn middelvinger. Mijn opsteken. dikke, vette middelvinger. Maar dat is dus een rare. Ik had vroeger nee. best veel winkels waar ik niet naar binnen durfde. Nou, ik heb winkels. het nog steeds, wel, hoor. Nou, ik heb het heel erg met winkels waar heel weinig hangt. Ja. En waar één centrale persoon is die heel, heel kletserig is, zeg maar. Oh, dus die ja. persoon gaat meteen naar je toe. Ja. En, en die en, en ook van die winkels, waar ze ja. dan bijvoorbeeld ook dingen in laadjes en zo hebben waar je zelf niet bij kan. Dus dan kan ja. je niet gewoon ja, een je beetje is heel lang over moet praten. Ja, zo van, Oh, ze het... maar ik heb hier ja. misschien nog wel iets. En dan denk, ik, oh, god, er zit een diamantje op. Dat wil ik helemaal niet. En nee. dan moet ik gaan zeggen. Ja, maar ik hou niet zo van dingen waar een heel klein diamantje op zit. Oké, okay, ik heb een aantal van dit soort winkels, heb ik even opgeschreven. Ja. Uh, een winkel, oh ja, een winkel waar je zelf niet wil laten kennen en ineens te veel geld uitgeeft, een winkel waar je vroeger niet heen durfde. Winkel waarvan je meteen merkt dat ze ontzettend blij zijn slash doen dat je er bent. Oh. En je krijgt koffie. Oh, en je moet dan ja. van jezelf iets kopen. Of een glaasje bubbels. Ik heb, ik heb, ik heb wel eens nu dat ik. Dat, wil je koffie? Ja. Dat ik denk nee, maar, ja, het oh, idee dat, maar dan dat moet je... ik iets kopen. Dat vind ik heel eng. Ja En hoe ja. lang zit je daar dan? Ja. Erg, hè? Ja. ja. Terwijl, eigenlijk is dat natuurlijk hartstikke aardig als ze denken, hé, hey, dan heb je die vaste klant. Nee, ik. dat is super. Maar ik, ik zeg altijd ook, ga ik meteen zeggen, ik heb net heel veel koffie op. Waarom boller ik hiermee? Omdat je dus niet wil dat je uit schuldgevoel... of iets als wie er goed nee, mag, iets moet, moet kopen. Winkels die heel erg zielig zijn, waar nooit iemand komt. Oh, ja. Bijvoorbeeld hobby- en gare dingen. Ja! <laughs> Ken je dat? Het ja. is meestal een ouder echtpaar. Ze zijn ook teleurgesteld in de maatschappij. Ze verstaan niemand meer. Uh, Hun etalage is uh, helemaal vergeeld. De, ja, met inderdaad handgeschreven prijzen ja. erbij. Omgekruld veel. En dan uiteindelijk verdwijnen die winkels. Ja. En dan denk je, oh wat erg, die forniturezaak ja, is weg. Ga je ja. dan met je buren over praten? Dan moet Nooit ik nou heen geweest? voor allemaal <laughs> ja. dat is Voor die fournituur die ik één keer per eeuw nodig heb. En, en dat, dat, daar durf ik ook moeilijk naartoe. Ja. Of, je, of je moet ook echt iets kopen. en Niet ja. één knoopje, nee, maar, maar gewoon Nee, ja, maar dat grof is meestal wel instaan. waarvoor je komt. Heeft u ja. één witte knoop. En toch is het jammer dat die winkels verdwijnen. Ja, en ook zeer logisch. <laughs> Weet je waar ja, ik ook niet meer naar binnen wil? Dat is ook heel logisch. Winkels waar de spiegel zich niet in de paskamer bevindt. Ja, dat is inderdaad... De, dan moet je de walk of shame naar buiten maken. Oh, oh, oh. En dan kijken dat die, dat die broek... Hij zit ook buiten de paskamer. Ja, zit heb je hij ook een camel toe? Dat ik? dacht je ja, eigenlijk precies. al. Dan moet je dat zo gaan bespreken met iemand. Ja. Ik denk echt... Hiermee snij je winkels zichzelf in de vingers, hoor. Want ik, ik ga er dus niet meer in. Nee, want het is heel vernederend. Tenzij je een winkel niet heel druk is in een winkel... En het is... Ja. Je hebt een soort fijn privé-sfeer. Ja, het is opnieuw. veilig, het is een safe space. Ik heb dan wel eens uh, dat ik dus uh, in een winkel ben... en dan zeg ik tegen die verkoper die ik heel aardig vind... nou moet je heel eerlijk ja. zeggen. Ja. En gewoon van mens tot mens. Ja. Wat vind je van deze broek en hoe vind je, wat vind je dat hij voor me doet? Ja. Gewoon eer, nee, eerlijk en, zijn. Ja, maar sommigen doen dat ook echt wel. En, en dat vind vind ik is echt heel, heel fijn. Want ja. Ja, het staat je niet. Ja. Maar ik heb ook ja. wel eens gehad dat iemand mij... <laughs> echt ja. onvoorstelbaar een Leren broek um, had aangepraat. Oh nee, af. Ik weet het tegen leren broeken. Ik, bij sommige mensen staan ze echt heel cool. Nee. Dat is waar. Die nee, kunnen ze het staan hem. niet cool bij niemand niet. Nou, bij mij stond het echt belachelijk. Gewoon echt compleet. En toen zei ik ook tegen haar: Ja, maar dit ben ik gewoon niet. Zij ze, ja, maar dit, dit kun jij wel gewoon zijn. Weet je, want zij dacht heel erg dat ik mezelf naar beneden aan het praten was. Maar dat was niet zo. Want ik ben gewoon niet iemand die een leren broek aan kan. Ik kan gewoon niet. Maar, en ik wat, weet ook niet hoe het moet wassen. Nee, maar ik ben zo blij dat je dat niet hebt. Nee, je ik, kan een ik, leren broek ook helemaal ik, niet wassen. Ik zei, ik zei, ze zien me aankomen op het schoolplein. Ja, maar daar moet je je niks van aantrekken. Nee, maar ik bedoel ook gewoon voor mezelf. Weet ik je? snap niet wat wie dan ook nee. ziet in een leren broek. Nou, ik zie het voor een, bij een bepaald genre mens. Of een vrouw met een leren jurk. Ja, nou, Snap dat je vind dat ik, ik wel heel nou, Ik heb er zoveel heftige ja. associaties bij. Ja, maar ik Een denk dat als je daarin zweet, ja, je krijgt het er nooit meer uit. Nee, dat zo is, daar heb ik nog niet eens over nagedacht. Nee, ik, ik vind het gewoon vanaf. afschuwelijk. Ja. Echt afschuwelijk. Maar ik, ik vind dus winkels waar de spiegel buiten het ding hangt. En heel vaak ga ik dan dus in het pashoekje, ga ik helemaal mezelf zo proberen te bekijken. Ja. Zonder spiegel. Denk ja. nou, volgens mij staat dit niet. Dan kom ik er dus weer helemaal uit aangekleed uit. En dan zeggen die mensen, hé maar je ging toch iets passen? Zeg ik ja, maar ik zag meteen al dat het niet goed was. Terwijl, misschien ja. was het best wel prima, maar ik durfde gewoon het hokje niet uit. Nou, ik zeg heel vaak: ik ben heel moeilijk gekleden, want ik heb een heel erg moeilijk lichaam met ontzettend scheve verhoudingen. Dus het, woord, het wordt echt heel lastig. Dus dan, dan, dan ben ik van tevoren, zeg ik al: het is heel, het is heel weinig kans dat. het Die past. Het ook zo, ja. ja, maar dat zeg ik serieus. En dan doen ze allemaal: oh ja, ja. Nee, van, echt? ja, nee, ik snap het. Ja, nou, tuurlijk. dat wil je ook helemaal niet horen, toch? Nog even over ja? die leren broek. Ja. Dat is ook altijd een item wat je volgens dameskledingstijdschriften ja. moet kopen. Ja, dat, dat, dat hoort is dan bij je capsule. De lust hè voor dit ja. seizoen. Ja, of je, bij je capsule, dat je dus een leren broek aandoet met een wit overend. Omdat dan een of andere hoofdredactrice van de Franse Vogue... Karin Een of andere anorectische vrouw die ja, in Parijs die loont, alleen maar rookt. Ja, met, 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 met die stiletto-hakken, dat, dat die leren broek aantrekt. Moeiteloos ja. loopt zij over de kleine steentjes van ja. Parijs. Nou, ja, dat is echt nog wel een middenweg, hoor. Tussen totaal het laten verslonzen ja, en deze en vrouw. Dat, ja, Er zit iets tussen. En ja. het heet een spijkerbroek. Of omdat Kate Moss dat één keer op een festival ja. heeft aangehad. Kate Moss heeft ze... ook heel vaak een doorzichtige jurk aan. Doe ik ja. ook niet die ik ze me ook aankomen op het schoolplein. Heb ik heb helemaal geen zin in, in een doorzichtige jurk. Nee, ik vind dat lastig. Nou ja, sorry dat ik even boos word. Ja. Ik wil ook nog even iets aan je vragen. Ken jij het verschijnsel, je trekt het aan in de winkel... je denkt, ja, en de verkoper zegt... ja, mm, ja. deze is mooi. Ja. En dan denk je, weet je wat? What the hell. Ja, ik ga, ga er gewoon er eens gewoon. voor. Ja, en dan kom je thuis en je ziet jezelf en je denkt... ja, er staat toch weer een Oompa Loompa. Ja. 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 Dus, uh, dat denk ik dan. Ja, en heb ik heel vaak heb ik heel vaak gehad omdat ik nu iets kritischer probeer te zijn ja. in die winkel al, ja. want het stomme is als je met de verkoper al dat bondje hebt gesloten van ja ik zie er te gek uit ja, ja. wauw, ja. nieuwe wegen ja. inslaan dan kan je niet weer terug en zeggen oh ja bijna de insi vond ik het thuis heel stom dus dan kan je niet meer terug met dat ding nee ik ga sowieso dan niet meer terug met het nee maar dat is de, dat dat probeer ik dus in de winkel dan al maar dan zeg ik altijd heel laf ik ga nog even een rondje lopen. Dat gelooft natuurlijk helemaal niemand. Nee, Weet je, ze gaat helemaal je een niet een rondje lopen. Ze komt nee. nooit meer terug. Ik heb wel eens dat ik elf dingen of twaalf dingen meeneem oh, ja. in het pashokje. en dan ja dan, dan, dan hoef ik ook maar één ding te kopen. Ja, ja, maar daar voel ik me dan ook altijd een beetje moeilijk. Ja, over. dat is waar. Maar dan denk ik ja. Ja, that's life. That's ja. life. En ik doe het heel snel. Ik denk gelijk nee, oh dit krijg ik niet dicht. Nee, weg, nee, weg, te maar... weg, ermee. Er nee, ja. En dan heb ik één ding. Ja. Maar heb je toch één ding? Dan heb je één ding. Toch? Ja, en dat is ook het enige wat dan goed past, want je ziet ook dan gelijk ja, nou dit, dit is echt het minst erg, ja. dus dit koop ik dan. Nou, wat mijn fout vaak is geweest dat ik in de winkel aankondig dat ik het die dag nog nodig heb voor bijvoorbeeld een feest Ja. Oh, maar dan vinden ze, ze... Heerlijk. Ja, precies. Dan, dan, dan ze denken ze: helemaal... ze "Oh, zeer. deze gaat kopen Oeh, dit. Want deze gaat iets echt. Ja, haast. en deze vrouw gaat iets geks kopen. Ah. Ja, Anneke, haal even dat mosterdkleurige chiffon uh, tutu uh, eventjes van achter de, van de, de, de gastentoilet vandaan. En dan ja. wordt dat gepakt. Ik ben dit. er zo dom in. Ik, ik heb een heel klein tasje nodig, vanavond nog. Ja, ja waarom? Dat moet, had je niet moeten zeggen, Aaf. Wat ik ook heel moeilijk vind, nou, is winkels oh, met maten. Ja? Die gebaseerd zijn op mensen uit hele andere tijdperken. streken en tijdperken. Namelijk nou, de 19e eeuw. Ja, en dan Frankrijk. <laughs> Dus ik kwam wel eens in die ene winkel die ik dus haat. En dan, zei, en dan ging ik zo'n beetje browsen in die ja. rekjes. En dan zei die vrouw... Het zijn wel Franse maten, hè? En dan had ze Bedoelt alles... Bedoelt zij dan eigenlijk... Jij bent een hele grote, dikke vrouw. Ja, en je bent wegwezen doorheen, in mijn winkel. Rot op, ga terug naar je akker. En trek die overal ja, alsjeblieft weer aan. Ga aardappelen rooien, wegwezen. Hollandse vrouw. Ja. Dus dan zei ik van... Oh ja, ja, ja goed dat je het zegt. Ja. Is dit dan de grootste maat die je hebt? Ja, zei ze dan. Ja, ik ga er wijf. gewoon niet meer heen. Nee. Ik, 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 nee. ik, en dus nu als ik dan er langs loop, dan ga ik altijd een woedende blik naar binnen werpen. Ja, niet, niet dat iemand dat opmerkt natuurlijk, maar dat doe ik dan elke keer. Heb je er wel eens wat gekocht? Nee, want het was ook gewoon echt zo, ik paste gewoon helemaal ja. niks. Ik paste daar helemaal niks, maar ik, ik weet niet op, op een soort zelfkastijding het is denk ik masochisme. Ja. Waarom het ik is, dat heb gedaan? Ja, echt masochisme. Net als het kopen van een bikini in een winkel. Oh ja dat is natuurlijk ook de hel. Daarom heb ik nu al drie jaar hetzelfde zwempak. Ik, ik kan het gewoon ja. niet meer. Ik ja, jij hebt mensen die kopen elk seizoen een nieuwe bikini. Hè? Ja, mijn zus heeft wel tachtig bikinis. Jezus, ja, maar die trekt een bikini aan en dat voelt gewoon gekleed. Want die is ja, gewoon heel slank. Ze is ga nou, jij trouwens ook? Nee, maar ja, het is ook. Ja, zij heeft echt wel zo'n bikini body. Maar ja. ze vindt het ook leuk en zo. Maar ik was bij haar en toen zei ze van wil je een bikini lenen? Ze had gewoon een hele mand vol. Nou ja, ongelooflijk. Nee, ik heb er één. Ja, ik, ja, ik heb precies. er één. En ja, daar ben ik echt wel heel blij mee hè, dat ik er één heb. En die zit goed. Redelijk. Hij is een beetje uitgelubberd aan het raken. Want ik ja. heb hem nu echt al jaren. Maar ja, ik snap het. ben ook op heel veel glijbanen ik het mee geweest. Dat pak van jou zou ik nooit wegdoen. Gewoon, ik vind bikini's en badpakken pas. Maar ook zo naar vindt er aan. Dan moet je dat broekje over je ja. onderbroek heen doen. Nou, zo zie je er dus verder nooit uit. Wie nee. gaat er ooit zwemmen met een onderbroek? Er zit ook aan? Zo plastic En dat gore in, hè? plastic inlegkruisje. Ja. Ja, 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 dat ja, ja, vind ja, ja, ik ook ja, ja, echt ja, ja. niet, niet ja. prettig ja. voelen. En het ziet ja. er ook heel ongezellig uit. Ja. En dan moet je dat allemaal weer in die haakjes frotten. Die kleine, Doe jij dat? Ja, want dan, dan moet je het weer teruggeven, dan kom je eruit ja. en dan kan je moeilijk zeggen. Nou, hier is een hele berg textiel en inlegkruizen. Ik, ik maak daar dan heel vaak een hele act van. Kijk, ik krijg het niet meer in de haak. Oh ja, en jij dat kan wel goed. dat. Ja. En ik, 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 hoe moet het? Oh, ik voel ik, 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 ik helemaal warm ervan. Oh, ik kan het niet. oh ja, ja. En, en ik dan ga trouwens niks kopen. vrouwen dan altijd wel leuk zo. <laughs> ja, ja. je het maar met charme brengt. Ik heb wel heel veel bewondering voor mensen die de hele dag in bijvoorbeeld de bijenkorf ja BH's staan te verkopen of de Uniqlo zo weet je wel waar mensen echt zakken vol met jongens. kleding aan het passen zijn ze is ja. zo aardig ja heel erg aardig ja. en ook BH-verkoopsters. die zijn ook heel vaak maar ja je hebt heel vaak schuldgevoel dat je dus blijkbaar je hele leven lang de verkeerde maat BH's hebt gedragen ja dat zeggen ze altijd dat ze altijd. Ja. je blijkt altijd een compleet andere cupmaat oh, te hebben God, je bent ja. geen 75. wat in, uh, ja precies ja. Ja, maar ik vind het toch altijd gezellig. Ja. Het heeft iets van oh vrouwen onder elkaar, een iets hamamachtig. Ik vind wel als iemand eenmaal je borsten heeft aangeraakt... wat vaak part of the deal is met ja, BH's passen, klopt. dan moet je bijna wel een BH kopen. Zo Misschien van ja, ja, je hebt je nu al is. ja, ja precies. Anders voelt het een dan... beetje goor. Zo van je, je moest helemaal met mijn tieten aanraken en nou ga ik weer zogenaamd een rondje lopen. Ja, dat kan eigenlijk niet. Het is best eigenlijk gek hè dat iemand dan zo je borsten in een, in een... In de in aan het duwen, is. ja, zo even zo ja, hè? even goed hangen, ja. ga ze voorover hangen, ja, en leg ze er nou eens goed in, ja. en dan, Want dan in doe keer jij al jaren niet goed, ja, precies. Je... En een keer naar boven, dan ga ik de banden verstellen, nou, dan staan ze achter je, ja. ja. Het heeft iets heel liefs, iets heel moederlijks. Heel zeg lief, lief, maar. Het zijn ook vaker hele liefde, hele leuke vrouwen, vrouwen ja. Ja. ja, het is waar, ja, maar dan denk ik dus wel koop dat ding, dat doe ik ook, ja, dat doe ik. ja, ja, vind ik, ja, dat kan je kan gewoon niet, maken. Het een, je als je mijn borst hebt aangeraakt, dan dan koop ik het. Wat ik heel leuk vind om te winkelen is uh, bij de banketbakker. Ja. Maar dat heeft natuurlijk niks met kleding te maken. Nee. Maar dat is voor mij thuiskomen. Oh. Ja. Oh, dat vind ik ook heerlijk. Ja. 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 En doe ook dat nog maar een paar van, dat... van die oh, stervormige koekjes. Man. Ja. En dan. Ja. Dan sta je dan bijvoorbeeld, weet ik veel, bij Holtkamp. Ja. Dan is eigenlijk de leukste. En dan kijk je en denk je, wat is het leven toch mooi. Ja. Dat heb ik het toch goed mensen. Wat dat is dit nu een mooi winkeltje. Bananensoes mag kopen. Bewijs van zijn ja. toch. Ja. We moeten gaan afronden. Oh ja, sorry, Floor, die, We moeten Floor is keer... inmiddels in een... Uh, in een psychose ook. Nee, slapen, nee. Van, vanwege dit gesprek. <laughs> maar wat is de oplossing voor dit probleem? Angst en schaamte? Uh, ik denk, hou die angst en die schaamte vast. Weet je, consumeer gewoon lekker wat minder hierdoor. Ja, dat klopt. Ja, Het is wel, hoe rijker ik ben... Ja, was ik maar rijk, maar goed. Ik, nou ja, dus je hebt hoe meer, hoe meer geld dan doe je, tw doe je twintig ja. was, zeg maar. Uh, hoe minder het me eigenlijk interesseert. Gek, hè? Ja, heb ik ook. Dat is gek, hè? Wel fijn. Ja. Ik denk omdat je ja. naarmate de leeftijd ja. vordert... toch ja. een heel klein beetje doorkrijgt... dat een t-shirt je leven niet zal veranderen. Alhoewel ik ja. dat dus nog steeds soms denk. Het zal je, het zal je niet ineens wel heel veel klassen doen geven. Nee, of zei, zo, van hè? nu word ik een andere vrouw. Ja. Dus het uh, laat zitten, joh, dat winkelen. Ja. Ik hoop dat dit me lukt. Goed. Hé! Hey. Oh. Ik zie dat er nog wat in de reclamemand zit. Oh, wat mooi. Het lacht ons toe. Reclame-mand, reclame-mand, reclame -wand, reclame, -wand, reclame, -wand, reclame -wand. Ik haal iets uit de mand. Ik zet even mijn bril op en ik zie hier... Uh, ik zie iets heel moois hier liggen. Een lang woord. Het is een lang woord. Een... verzekering. Heb jij wel eens nagedacht hoe jij je, je, je gokschulden... <laughs> hè? want die heb je, je hebt heel veel gokschulden... of je geldleningen kunnen, hoe dat kan worden afgelost als jij dus doodgaat? Ik weet wel dat ik er eerst helemaal niks van snapte. Volgens mij zijn er veel mensen die niet helemaal begrijpen... wat dat is, een overlijdensrisicoverzekering. Ja. Ja. Er zijn bijvoorbeeld veel mensen die denken... nou, ik huur een huis, ik heb geen ja. koophuis... Ja. dus waarom zou ik zo'n verzekering afsluiten? Hoeft helemaal niet. Ja. Maar... Als je doodgaat en je partner kan de huur niet meer betalen, ja, dat is natuurlijk wel echt dat is wel een dingetje een ongelofelijke sloop. Stel je voor dat nog eens, dat stel je voor dat je partner doodgaat, je huurt en je staat ook nog eens op straat. Ja, dat is afschuwelijk. Ja, dat dat is, wil je niet. Dat dus is echt het zieligste wat er is. Is het toch wel handig ja. dat je geliefde of geliefden in jullie huurhuis kunnen blijven wonen? Ja. Het is sowieso handig om te hebben of verstandig eigenlijk handig klinkt een beetje raar uh, voor iedereen die in huishouding voert als je een partner of ja. kinderen hebt is het toch wel best wel prettig om dat af te dekken... met een overlijdensrisicoverzekering. Het is een soort lief cadeau aan je partner of aan je kinderen. Want er ja. komt een hoop op ze af. En dan is het toch fijn als je een klein steuntje in de rug krijgt... dat je bijvoorbeeld je huis niet uit hoeft. Nee, om maar wat te noemen. Dus stel, jij gaat dood. Ja. Dan keert je ORV, je overlijdensrisicoverzekering... die keert dan eenmalig een bedrag uit. Precies. En als je dat geld dus uh, krijgt als partner... dan kan met dat bedrag kun je bijvoorbeeld... Uh, ja, de, de huur betalen of, uh, of, of, of allerlei andere hele moeilijke kosten. Want een andere woning vind je ook niet zo, maar die je wel kan betalen. Dus je helpt iemand ook. Ja, ik heb er ook één afgesloten. Want ik vind het een heel fijn idee dat mocht ik ooit onder een tram komen, ja? mijn man en kinderen. Even afkloppen. Ja, inderdaad. Uh, gewoon financiële zekerheid hebben. Ja. En niet als een gek uh, overal geld op de, te gaan lenen. Reclamemant, 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 reclamemant. We kregen weer wat problemen binnen Lies. Ja. En um, ja, deze sprak ons wel aan. Deze hè? sprak ons heel ja. erg aan. Dat is een mooi probleem. Zal ik hem voorlezen? Ja, graag. Hoi Aaf en Lies. Ik werk bij een bedrijf waar je soms ingedeeld kunt worden in projecten. Onlangs werd ik gevraagd om deel te nemen aan een nieuw project. Het is erg leuk en spannend, vooral omdat ik met nieuwe collega's werk. In mijn groep zit een mannelijke collega die aanvankelijk vrij afstandelijk was, maar in de loop van de tijd is de groep steeds losser geworden, inclusief hijzelf. Wij vinden het nu leuk om na onze projectbijeenkomsten met elkaar te borrelen, en alles is erg gezellig. Ik merkte dat ik de laatste tijd steeds vaker aan mijn mannelijke collega moest denken en zelf een soort van, ja, kriebels in mijn buik voelde. Helemaal leuk! Maar tijdens onze laatste borrel vertelde hij dat hij een relatie heeft met een man. Dat nieuws kwam behoorlijk hard aan en voelt zelfs als liefdesverdriet. Nu wil de hele projectgroep graag blijven borrelen, maar ik vind dat moeilijk. Aan de ene kant is dit een manier om hem beter te leren kennen als vriend. Maar het voelt ook als marteling, omdat ik gevoelens voor hem heb ontwikkeld. Wat zouden jullie nou in zo'n situatie doen? Ja, dit is een lastige. Ik heb het ook één keer meegemaakt. Dat je, dat je verliefd was op iemand die nou, niet was. Ja, niet verliefd, maar ik had toen een etentje. En toen vond ik de hele avond moest ik dan vreselijk lachen met één man. Nou, die bleek natuurlijk ook helemaal niet van de vrouwtjes te zijn. Maar goed, dat was binnen de tijdspannen van één etentje, dus dat is overzichtelijk. Dat is goed te doen. Dit is natuurlijk een langer opgebouwde verliefdheid ja. um, die gewoon ineens helemaal in een ander daglicht komt te staan. Ik snap wel dat je dan echt een soort liefdesverdriet voelt. Ik denk dat je gaat twijfelen aan jezelf, want je denkt: ik heb toch duidelijk een spanning gevoeld tussen ons en ja, een soort intimiteit dat. Die, die meer beloofde. Maar uh, de kans is toch best wel klein dat hij dan van de dames is, ja. denk ik. Je bedoelt nu alsnog. Alsnog. Nee, dat gaat dat, niet gebeuren. Dat, dat, ik bedoel, het zou kunnen. Hij heeft ook gewoon een vriend, dus hij is maar ook gewoon ik, bezet. ik denk het eigenlijk niet. Ja. Dus dat betekent dat de spanning die je hebt gevoeld... dat hij zich eigenlijk in je hoofd ja, uh, dat is het ook. afspeelt. Het is inderdaad ook verdriet om wat jij allemaal al in je hoofd had opgebouwd. Ja. Qua, er is iets, er borrelt iets. Dat is er dus gewoon niet. Of nee. misschien heeft hij wel heel erg veel leuke gevoelens voor jou... maar puur vriendschappelijk. Puur vriendschappelijk. Ja. Zou dit dan niet een goed moment zijn, bedacht ik bij mezelf... om jezelf beter te leren kennen? Wat is het dat deze man bij jou oproept waar je blij van wordt, waar ja. je denkt oh hij is er vanavond weer of ja. vanmiddag of we gaan. Wat is dat precies? En wat als je dus zou vallen op iemand die echt beschikbaar was? Wat die zou je graag heeft. willen meenemen naar, naar een fictief iemand die je misschien nog ooit gaat ontmoeten? Ja, in het dat leven? is wel een goeie. Ja. Hoe ja, hoe kan dat? En ook bedenken. Uh, uh, nou ja, stel je gaat het uitspreken. Ik weet het niet. Ik zou het niet aanraden. Nee. Ik heb zelfs wel eens, zelf wel eens meegemaakt op het werk... dat, um, dat er werd uitgesproken... Uh, dus dat de gevoelens naar mijn kant werden uitgesproken. Oh, ja. En dat kwam voor mij totaal als donderslag bij oh, ja, hemel. Dat had je echt niet gezien of Dat had vold. ik echt niet gezien. Nee. En dat, dat was ook best wel heel uh, ja, ongemakkelijk. Ja, want je werkt want dan Want ik nog. voelde het gewoon echt niet. Nee. Dus dat ga, vertelt dan meer over die ander... En wat die ander mist of verlangt in zijn leven... Ja. Dan, over, uh, dan, over, dan over de collega zelf. Dan, dan mij in dit geval. Ja. Dus het, het, het voelde daarna heel ongemakkelijk. En er was ook iets kapot. Dus ik, ik zou je aanraden om toch eerst... echt proberen om een beetje te bedaren. Ja. En te bedenken wat het over jouzelf zelf zegt. Ja, dan en waar het je uit misschien nou op zoek bent. En ik zou ook jezelf... Um, ja, dit klinkt een beetje als een marteling. Maar ik zou... Wel vrienden willen blijven met deze persoon, want volgens mij is het gewoon een hele leuke man. Absoluut. En, en bovendien, um, een vriendschap gaat wel langer mee, misschien dan een relatie. Kan fantastisch zijn. Of dan zijn. een kantooraffaire. Ja, hè? want dat want is ook wel lastig. Voor, hè? Stel je voor, hoeveel mensen zijn er nu niet, terwijl wij dit naar elkaar uitspreken, die bijvoorbeeld op een kantoor verliefd zijn ja, op elkaar, tuurlijk, die allebei gezinnen verliefd, hebben met kinderen, ja. die heel erg daaronder lijden, ja. of mensen die zich daarvoor schamen? Of ja, of dat je dan weer uitgaat het en dan moet je nog met elkaar werken. Afschuldig. Dus het is ook een hele lastige. En ik zou dus bij de volgende borrel. zou ik. En dit klinkt dus als zelfmarteling. maar toch lijkt het me goed. Echt met hem even over zijn vriend gaan praten, gewoon van wat is dat voor iemand precies. en uh, vertel eens ja. en uh, hoe heet hij en wat doet hij? En... Want dan, dan, dan kan je meer in die vibe gaan zitten van Helemaal. hij is gewoon een leuke vriend en hij heeft al iemand, hij is verliefd. Ja, waar uh, hebben jullie elkaar ontmoet? Ja. Hoe lang zijn jullie al bij elkaar? Dat gaat jou uh, even het... uit jouw fantasiewereld trekken, dat want is een daar hele heb je toch verstandige raad vind ja. ik. Ja, want dan zie je namelijk, dan concretiseert die relatie zich ook precies en dan zie je ja, dat is gewoon. Ja, dat, dat is gewoon ook een hele leuke man. En ja. die mensen houden heel dit veel van wordt, elkaar. Dit als je wordt een vriend. Ja, als je iemands partner dus concretiseert, ja. dan helpt het om te denken: wacht even. Ik zit eigenlijk gewoon heel erg in een soort trip in mijn eigen hoofd. Ja. Hier een soort Mr. Darcy van te maken. Ja. Van deze man. Want of je nou een vriend of een vriendin had gehad. Sowieso had hij al iemand anders. Dat, Kijk, je, dat wist ze niet je, eens. Je hersenen, die willen gewoon ergens een, die willen van dit een Eng, Engels kostuumdrama maken. Ja. Het is namelijk ja. heel verleidelijk om te vluchten in, in dromen en ja. verlangens en fantasieën over heel iemand goed. die helemaal niet beschikbaar is. Nee, nee, Als iemand niet beschikbaar is, is het dus niet zo'n goed idee. Als iemand nee. wel beschikbaar is, is het natuurlijk een goede manier om lekker verliefd te worden en diegene flink te gaan idealiseren wat je Precies. toch een beetje nodig hebt uh, in het leven. Want ik kan je vertellen dat we uh, natuurlijk geen stand houden. De werkelijkheid is, is weer barstig. Een heel stom iemand af en toe. Het is soms een scheetlaat. Ja. Bijvoorbeeld. Ik noem ja. maar wat. Um, maar goed. Ja, ik... Dus je hebt er inderdaad Mr. Darcy van gemaakt. Dat is heel normaal. Dat is een menselijke reactie. Ja. Alleen nu moet je er Mr. Gay best friend van maken, denk ik. Of ja. best friend hoeft nou ja. ook weer niet. Maar je moet er gewoon Mr. Friend van maken. Dat vind ik heel, 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 heel verstandig. Ja. Bovendien op een affaire op kantoor. Er zit echt niemand nee. te wachten het is alleen maar heel leuk nee. als je het tien jaar later aan iemand op een verjaardag vertelt ja dan moet je steeds in dat kopieerhok en Precies, zo op het moment stel zelf ik mij zo voor geen idee eerlijk gezegd maar nou ik ben ook wel eens een beetje soort van verliefd geweest op een collega Ik dacht ook ik moet er niks mee doen het is gewoon echt niet handig nee man het is, is gewoon vast... echt geen gezeik goed idee Gezeik op gezeik op ja. gezeik. ja nee dus borrelen en over ja. zijn vriend praten doe het niet <laughs> Wat heb jij deze week in de natuurhoek aangetroffen? Ach, zoiets moois. Het zal misschien net gebeurd zijn als jij dit hoort. De mierenzwerm. Eén keer per jaar gaan de mieren op bruidsvlucht. Jonge koninginnetjes met nieuwe vleugeltjes gaan de lucht in... en starten een eigen kolonie. En de mannetjes, ook met vleugels, die gaan met ze mee. Eigenlijk kunnen die mannetjes maar één ding. En dat is bevruchten. In de lucht. En dat is echt hun sterkste kant. Ze bedoelen het goed, ze doen niemand kwaad. Maar na het bevruchten uh, lopen ze bij de mieren, net als bij de honingbijen, een beetje in de weg. En in de weg lopen of vliegen betekent in de insectenwereld best vaak: jij moet dood. En wel heel snel. Het hele bevruchtingsfestival duurt maar één dag en er is geen nazorg. Snel na de bruidsvlucht vallen de mannetjes als rijpe kersen uit de lucht, en in je haar, in je mond en in je drankje. Of in de bek van een mus of een merel. De koninginnetjes hebben inmiddels genoeg sperma voor hun heel leven. In de zaadblaas, daar slaan ze dat in op. Zou dat zwaar zijn, vraag ik me af, zo'n zaadblaas? Onhandig zweefvliegeren de koninginnetjes door op zoek naar een geschikte plek, zonder dat ze ooit hebben leren verliegen. En dit is natuurlijk een recept voor allerlei ellende, want iedereen eet ze op. Meeuwen en spreeuwen en koudjes eten ze bijvoorbeeld veel, maar ook gierzwaluwen. Gierzwaluw, deze schitterende vogels, die vliegen begin augustus alweer terug naar Pakkenbeet, Mauritanië. En ik vind het altijd een beetje jammer als de gierzwaluwen weer zijn vertrokken. Maar ze zijn tenminste wel lekker dik geworden van de mierenkoninginnetjes met hun sperma. De koninginnen die wel ergens landen, die moeten e aan de slag gaan. Tussen de tegels van je terras bijvoorbeeld of in de rand van een mooie akker. Gang uitgraven, eieren leggen, larfjes verzorgen. Pas als de eerste werkstertjes, onvruchtbare vrouwtjes, zijn uitgekomen, dan kan het grote genieten voor de koninginnen beginnen. Alleen maar leggen en liggen en de kinderen doen verder al het werk. Het zou mooi zijn als er een flink mierennest zou ontstaan. Hoe weten al deze mieren, mannetjes en koninginnen dat het tijdstip gekomen is om te gaan vliegen? In de hele buurt is dit moment gelijk. Heeft het te maken met een bepaalde luchtvochtigheid of temperatuur? Ik weet het niet. In het late voorjaar legt de koningin onbevruchte eitjes. En dat worden weer mannetjes. En die weten dan nog van niks. Ik vind het sneu. Dus ze doen het altijd in de lucht. Ja, ze vliegen het in de, in de lucht. Ik heb ik nog nooit gezien. De mierenzwerm. Je hebt dus wel eens, dan zie je dus al die mieren heel langzaam opstijgen. hè? Heb ik nog nooit gezien. Heel veel mensen vinden dat heel erg weerzinwekkend en vies. Ja. En daarom wil ik hier begrip voor vragen. Dit is eigenlijk hun moment. Dit is het moment. Ja. Dit is het allerbelangrijkste moment. Ja, wat ze meemaken. Ja, dus het is niet vies jongens, het is gewoon hartstikke lief. Ongelooflijk. Ik snap nu ook wel, ik vind dus dat mensen mannen ook heel vaak in de weg lopen. Als maar ze dat... hebben bevrucht. Nou sowieso altijd, ook in de Albert Heijn en zo, en ja. de, in de Ikea. Ze, heel vaak hebben ze niet door waar ze staan of zo, en ja. ze, ze voegen zich niet heel makkelijk in, in verkeersdingen. En nu denk ik van misschien is dat gewoon een soort in de hele natuur zo. Ja, dat zou best kunnen. Ik vind het wel keihard in de mierenwereld en ook ja, bij de he? bijen. Ja, van nou klaar, hup ja, wegwezen, weg, wegwezen. dood moet zo je. Zo zo dat ook bij de bijen worden ze gewoon die kast uitgeflikkerd. Ja. Ongelofelijk. Ja, Een puur puursang. Ja, echt. Goed, Lies. Um, als dit nou niet genoeg voor je was, dit ja. zeg ik eigenlijk niet tegen jou, maar ja. Nou ja, ook tegen, tegen jou. De mensen. Tegen de luisteraars. Dan kan je onze extra podcast ook beluisteren. Die staat op Podimo. En je kunt ons ook volgen op Instagram, YouTube, TikTok. En dus ook Podimo. En dus ook Podimo. En je kan ons ook sterretjes geven. Ja. Uh, in je favoriete podcast-app vinden we heel erg leuk. En dan zeggen we tot snel.